Hallo iedereen en welkom. Ik ben een tijdje afwezig geweest had eigenlijk geen energie meer over om nog video's te maken. Los van het feit dat ik met klanten bezig was natuurlijk. Maar ook omdat ik een verkoudheid gekregen heb van mijn kinderen of via mijn kinderen. En het vroeg zoveel van mijn energie. Dat ik eigenlijk ook niet kon concentreren. Dus ik zei soms dingen tegen mijn kinderen waarvan ik dacht van, wat zeg ik in godsnaam nu weer? Maar tegelijkertijd weet ik ook dat die zaken die gaande zijn. Ik was eventjes aan het kijken naar mijn poezen, want ze zitten daar op tafel zoals je ziet. Dus de dingen die nu gaande zijn, dus die hogere energieën ook alweer. En wat dat ik ook vorige week heel hard ervaren heb, is dat het zeker nu, wanneer je al gewoon bent om in die hogere energieën te gaan leven, om van daaruit te gaan keuzes maken en je leven eigenlijk vorm te geven, dat het nu nog weer uitdagender wordt. De 3D-wereld, zoals dat we het allemaal gekend hebben. En waar dat we jammer genoeg nog niet allemaal uitgegroeid zijn, die is meer en meer in elkaar aan het vallen. En dat maakt dat angsten echt heel hoog opluien. Dus ze zwaaien echt de pan uit. En zeker als lichtwerker, moet ik zeggen, had ik daar vroeger eigenlijk nooit niet zoveel last van, wanneer dat er collectief ook heel veel angsten was. Maar nu voel ik dat de zaken die in 3D gebeuren, ook echt wel right in my face terechtkomen. Dus echt wel gewoon, ik kan ze gewoon niet meer ontwijken zelfs. En als ik ze ontwijk, dan komen ze gewoon op een andere manier terug. Dubbel en dik terug. Dus ook daar is eigenlijk ook weer de boodschap dat we doorheen de illusies gaan kijken van al die zaken, al die 3D-zaken die nu op je pad komen, wat dat dan ook is, een probleem met de auto bijvoorbeeld, een verkeersboete, problemen die op school gebeuren bij de kinderen bijvoorbeeld, sessies wat heb ik gemerkt met dat Mercurius nu ook weer retrograde loopt, waren er heel veel technische problemen, zowel voor mezelf, maar ook op het moment dat mijn dochter bijvoorbeeld haar huiswerk wilde online maken. Dus je ziet dat er heel veel zaken ons nu weer triggeren, zodanig dat we nog meer in die kracht en nog meer dat licht in gaan verankeren. Want het is niet de bedoeling dat wanneer je in dat hogere bewustzijn al gaat leven, of al geleefd hebt, of de laatste maanden heel veel werk gedaan hebt, dat je nu plots weer terugkeert naar het donker. Nee, net nu, wanneer dat de donkere schaduwen, en zeker nu dat we terug hier de winter terug gaan ingaan, dat die donkerte terug weer sterker en voelbaarder wordt. En dat we niet allemaal meer mensen om ons heen hebben die het gevoel hebben dat ze verbonden zijn met de zon, met het licht. Dan dat we ook voor hen dat licht blijven zijn. En nog meer onze kracht tonen. En nog meer tonen dat vertrouwen, licht en liefde en daarvoor kiezen eigenlijk nog steeds het antwoord is en blijft. En wanneer dat je niet de weg vooruit ziet, omdat er te veel donkere zaken om jou heen zijn, of omdat je het gevoel hebt dat er heel veel bergen voor je zijn en je de weg vooruit niet ziet, gebruik dan jouw intuïtie. Want jouw intuïtie is jouw GPS wanneer dat eigenlijk al de rest wegvalt. En dat is hetgeen wat ik de laatste maanden, jaren eigenlijk al altijd heb gedaan. En hoe meer je dat gaat gaan doen, en dat is hetgeen wat ik ook aan mijn klanten zeg en leer ook. Hoe meer dat je dat gaat doen en hoe meer dat je keuzes maakt die alleen zijn met je intuïtie, dat je buikgevoel echt zegt, hoe meer dat je bewijs gaat krijgen dat dat inderdaad het juiste was. En als het inderdaad niet het juiste was, dan moet je jezelf gaan afvragen, was dat eigenlijk echt van mijn intuïtie? Of was dat iets dat ik dan eigenlijk nadien heb bedacht, via brainstorming of heb zitten over nadenken van hoe dat ik het ga gaan doen. Dus nu nog meer worden we geconfronteerd met waar dat we nog niet in balans zijn met onszelf. Waar kunnen we nog sterker en krachtiger in ons licht gaan staan? Waar mogen we nog meer liefde aan onszelf geven en ook nog meer liefde tonen aan de mensen om ons heen? In het dagelijks leven, in de 3D-wereld.
Binnenkort wordt mondmaskerplicht op de schoppen gedaan, dus in de vulbak gegooid. Maar je zal zien dat dat, ondanks het feit dat heel veel mensen gevaccineerd zijn en dat dat eigenlijk ook weer wat die rust zou moeten gebracht hebben, dat mensen toch nog super bang zijn. Want nu bijvoorbeeld gewoon, zoals je kinderen hebt, dan weet je dat elk jaar in september, dan is er een soort van verkoudheidsvirus die de ronde doet. En dan, met dat wij jaren huisonderwijs gedaan hadden wij dat niet. Nu gaan ze terug naar school en we merken dat we dat natuurlijk dat terug weer ook oppikken. Maar ook dat, weet dat het enige dat jou, dat jij de kracht geeft om jezelf tegen te houden, dat is jouw eigen angst en je eigen twijfel. Of dat je wel krachtig genoeg bent om daarmee om te gaan. Of dat je wel krachtig genoeg bent om jezelf te healen. Omdat zelfs het feit, het stukje, als ik nu gewoon denk aan hoe dat wij nu met verkoudheden en ziektes en fysieke ongemakken omgaan, dan is dat altijd op een natuurlijke manier en via de energie en de zaken dat wij nemen die op natuurlijke basis zijn. Dat is er om onze weerstand te versterken en om ons lichaam eigenlijk te ondersteunen, zodanig dat ons lichaam weer de kracht en de energie krijgt om zichzelf te gaan genezen. Maar helemaal in het begin, laat ons zeggen, hoeveel jaar zullen we terug zijn? 10 tot 12, misschien nog langer. Jaar terug, in het begin dat ik aan het uitvogelen was en aan het uitzoeken was en aan het ontdekken van wat dat dan de kracht was van de aromatherapie en de kruiden en het etherische olie, dan twijfelde ik ook vaak. Ook in het begin dat ik eigenlijk als healer mijn eigen healende kracht gebruikte. Twijfelde ook van of ik wel krachtig genoeg was om mijzelf op fysiek vlak daardoor heen te helpen. En dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld hoe dat je gaat merken dat er soms 3D-zaken gebeuren in jouw wereld, in jouw leven, waarvan dat we soms denken van we kunnen daar niet onderuit. Dat is zo, dat wordt ons opgelegd. En ook daar denken we dan dat er daar geen oplossing voor is vanuit die hogere energieën. Maar net dat is hetgeen wat je nu ook nog meer en meer zal leren. Dat er ook daar, dat jij ook daar de kracht hebt om vanuit jouw eigen energie en vanuit een hogere bewustzijn jouw leven vorm te geven. En dat is hetgeen wat ik leer aan mensen die met mij samenwerken. En ook via de video's die ik maak en gratis verspreid natuurlijk. Ik leer hoe dat je jezelf kan healen. Ik toon jou dat je altijd de kracht hebt en altijd de keuze hebt om ervoor te kiezen om naar de lichtere kant van het leven te kijken. Maar de belangrijkste voorwaarde daarvoor is dat je het in eerste instantie weet dat je die keuze hebt. Daarvoor zijn deze video's, dus daarom zeg ik het jou nogmaals. Maar daar ook dat je het dan ook weer vervolgens wilt. Dus de twee W's, weten en dan willen. En ook omgekeerd, wanneer je zaken wilt manifesteren, dan moet je eerst weten wat je wilt. Dus eerst willen, ga je die intentie zetten en ga je dan weten dat het sowieso komt. Waarom gaat het komen? Omdat je de kracht hebt en omdat dat in jou leeft. Dus dan is het dan ook weer belangrijk om enkel die gedachten te kiezen die jou vrij laten voelen. Die ervoor zorgen dat jij een leven hebt en voelt en leeft die gevuld is met liefde en licht. En dat is eigenlijk de keuze die je telkens hebt. Overlaatst zei mijn tweelingvlam tegen mij: ik hou van je positiviteit. Maar het is net die positiviteit en mijn keuze om elke keer op een positieve manier naar het leven te kijken. Overlaatst had ik een verkeersboete, heel stomweg, omdat ik reed in die weg al jaren, maar nooit op momenten dat het super druk was en zeker niet aan het begin en einde van de schooltijden. Dus ik was wel gefrustreerd en vooral kwaad op het systeem en op mezelf, dat ik eigenlijk geld daaraan moest besteden. Ik vond het eigenlijk wel weggesmeten geld. Maar tegelijkertijd heb ik er ook voor gekozen dat dat niet mijn ganse humeur en mijn leven ging gaan bepalen. Ik heb het betaald en daarmee is de kous af. En het geld dat aan de overheid gegeven wordt, hoop ik dat ze op een goede manier gaan gebruiken. Dus het gaat er altijd over dat je, wanneer je geconfronteerd bent in de 3D, dat je gaat gaan kijken van in eerste instantie wat gebeurt er hier? Wat wordt er mij getoond? En hoe denk ik nu over deze situatie? Want het is voornamelijk hoe dat je denkt over situaties dat ervoor gaat zorgen dat je jou op een bepaalde manier gaat gaan voelen. Als jij
negatief denkt, dan is dat heel normaal dat jij je ook heel slecht gaat voelen daarover. En dat is hetgeen wat ik eigenlijk het beste en het meeste geleerd heb in mijn tweelingvlam-connectie. Vanuit mijn eigen onzekerheden, vanuit de schaduwen, vanuit de kwetsuren die er nog waren, dan koos ik altijd om eigenlijk het meest slechte scenario te gaan bedenken. En dan ging ik alles gaan overdenken en dan raakte ik in paniek. En dan uiteindelijk, aan het einde van de rit, voelde ik me helemaal down en was het uitzichtloos en wat je ook maar kan bedenken. En dat is eigenlijk het moment dat ik voor mezelf eigenlijk ook bewust werd dat ik dat patroon had. Eigenlijk een stukje uit zelfbescherming, omdat ik niet wou gekwetst worden. Dus maakte ik het allemaal op voorhand allemaal erger dan dat het eigenlijk allemaal was. En dat was eigenlijk totaal niet de waarheid of de werkelijkheid. En toen heb ik eigenlijk dat omgedraaid. Dus in plaats van het negatief scenario te kiezen, want je hebt altijd de keuze, koos ik ervoor om altijd een positief scenario te bedenken. En de gaten in te vullen wat ik niet wist, liet ik ook gewoon zoals dat was. Omdat ik geleerd had dat wanneer je zaken niet weet, zijn er twee dingen. Eén, omdat je het niet moet weten, omdat het niet belangrijk is dat je die informatie op dit moment nu hebt. En twee, dat het eigenlijk ook een stuk is vanuit controle dat we alles willen weten. Maar wanneer je altijd in controle zit, dan is dat ook weer omdat je niet voldoende vertrouwt. Niet voldoende vertrouwt, niet voldoende in je licht en niet voldoende in die liefde staat. Dus ook daar zie je hoe dat verschillende patronen dat we onszelf aangeleerd hebben uit zelfbescherming om gewoon te kunnen blijven staan en te blijven functioneren in die oude wereld, dat dit ons nu heel hard getoond wordt, ook door die 3D-wereld. Dus wanneer dat je geconfronteerd wordt met angsten, wanneer je geconfronteerd wordt met twijfel, wanneer je geconfronteerd wordt met diepe emoties van verdriet, maakt dan niet uit, obstakels. Kijk of probeer doorheen de illusies ervan te gaan kijken. Want dat is er enkel maar alleen om jou eigenlijk van je pad af te gooien. Het weg van jouw licht, weg weer van jouw macht, van jouw eigen kracht, van jouw eigen energie. En kies ervoor om anders te gaan denken, om anders te gaan kijken naar jouw leven. Als je dat wenst, dan kan je dat leren. Begin oktober start ik opnieuw weer met een groep. Die met mij samenwerkt rond de vlammen. Die leren hoe dat ze door gebruik te maken van de universele vlammen zichzelf kunnen gaan healen. Maar niet alleen jezelf, dus ook volledig jouw leven. Dat je leert hoe dat dingen manifesteren. En door de transmissies die in het traject aanwezig zijn, dat is het traject die loopt over 9 weken. En per week is er ook een live moment waar ik live aanwezig ben, waarin dat je dan gewoon de vragen kan stellen. En dan gaan we eigenlijk aan de slag. En dat is eigenlijk, loopt ook doorheen de verschillende fases van ascensie, dus van bewustwording. Zijn verbonden met de 7 lessen, de 7 zielslessen, de 7 initiaties dat we doorheen gaan om eigenlijk tot ascensie te komen. En zijn echt bedoeld om op een redelijk korte termijn, want uiteindelijk is het 9 weken, maar op een hele korte, diepe, gaande manier eigenlijk doorheen die transformatie te gaan. Door de kracht van de groep. Creëer je eigenlijk ook een bepaalde vortex. Een vortex waarin dat je eigenlijk kan aanhaken aan de energie van de oplossing. Niet alleen van mij, maar ook van iedereen die in de groep aanwezig is. Ook al zeg je niks tegen die andere mensen, alles gebeurt ook op energetisch vlak. Dus dat maakt het ook net weer zo superkrachtig. Als je dat wenst, wacht dan niet te lang om te best van start te gaan, omdat het traject is wel zo opgezet dat er per week een nieuwe vlam, nieuwe informatie beschikbaar en nieuwe oefeningen beschikbaar komen. Maar aan de vorige deelnemers heb ik gemerkt dat die informatie zo diepgaand is dat het niet altijd mogelijk is om alle informatie in 1 week ook te integreren en ook door de lessen te gaan, wat dat logisch is. Dus als je van plan bent om mee te doen, excuseer. En dat is ook angsten loslaten. Dat doen we ook in dat traject natuurlijk. Maar als je van plan bent om mee te doen, dan raad ik aan om zeker nog deze week of de laatste voor 5 oktober in te schrijven. Omdat je dan mee bent met het openen en het vrijkomen van de informatie. En dan kan je ook optimaal gebruik maken van de live sessies.
Ben je niet zo van een groep? Dat is geen probleem. Je kan dat traject perfect volgen op je eigen tempo. Heb je dan vragen? Dat stuur je mij die via het contactformulier naar mij op. Dan maak ik daar video's van en dan heb je ook op die manier al die extra informatie die via vragen van anderen komen. Want vaak is het zo wanneer dat één iemand een vraag heeft, dat er wellicht nog ook anderen zijn die baat zullen hebben bij het antwoord en dus die vraag. Zo, dat was voor nu. Ben je helemaal in het begin van je ontwaking en weet je nog niet goed waartoe, waaraan? Dat begrijp ik, dat misschien traject, zeker om te werken met energie en die universele vlammen, dat dat misschien nog wat te vroeg is. Dan kan je gerust starten met die gratis cursus die in het linkje hieronder ook staat. En kijk zeker ook eens naar die andere diensten en producten. Misschien zit, of niet misschien, maar daar zit er zeker wel iets tussen die jou zal aanspreken en die jou nu op dat moment ook weer verder kan helpen. Vind je niet wat er bij jou past, stuur me een mailtje en dan kijken we op welke manier dat we jou kunnen verder helpen en wat dat jij nu op dat moment nodig hebt. Zo, ik ga mijn stem wat terug laten rusten. Ik heb straks nog een sessie zodanig dat ik ook mijn klant weer op een goede manier kan verder helpen. En dan spreken we elkaar misschien ook morgen weer. Dag!